zien. Fokken is de eend en sukken de kanarie. Fokken en sukken verheugen zich niet op de Cape Pride. Zul je zien dat Plasterk gewoon in zijn YMCA cowboy kloffie komt? Alsjeblieft. Fokken en sukken hebben nogal last van RSI en dan zegt hij, er is maar één die spreekt, die zegt, kunnen we de analen niet oraal afwerken? Probeerde u met uw opmerkingen net over anussen het kabinet wat minder christelijk te laten lijken? Nee, het viel mij op. Dat de eerste café waar ze samen kwamen heette geloof ik de Engelse Reet. En het viel mij bij het doorbladeren van het boekje op dat ze daar veel grappen over maken, over het andere einde van de slokdarm. En wat vond je van de anale fixatie van zijn toespraak? Ik denk dat dat de reden is waarom hij kwam, misschien wel. Het is, er zit natuurlijk ook wel iets ik denk dat bijna alle mensen wel iets met anale fixaties hebben.